Ik mag vanavond weer de dag van de Wurre voorzitten en de avond van de Wurre. Voor mij is dat de derde keer, terwijl jullie als Wurre's al voor de vijfde keer bijeen zitten. Maar die vorige keer heb ik een goede herinnering aan en ik krijg het bekend met de organisatie ook, dus ik mocht het nog een keer doen. Dus ik wil nu even weten hoeveel mensen Wurre's er zijn van PBS, voormalig PBS, en hoeveel Wurre's er zijn van Komwoners. Dus ik wil even vingers zien van de Komwoners. Nou, dat is toch een aardige opkomst. En de rest is dus, neem ik aan, van PBS. En dan zijn er een aantal medewerkers van Havensteden. Dat is even om een indruk te krijgen. En met name ook even welkom aan de nieuwe directeur van na de fusie, mevrouw Van den Berg. Dat werd door die lezer ook al gezegd. De avond ziet er heel overzichtelijk uit. We krijgen een uur lang, bereid u voor, 5 sprekers. Tussen nu en ongeveer 7:30. En die gaan met plaatjes. Ze hebben allemaal precies 51 van een uur van mij gekregen. Gaan zij u meenemen in een aantal ontwikkelingen op het punt van de duurzaamheid. Het thema van vanavond. Dan hebben we pauze. En na die pauze gaan wij in subgroepen uiteen, zoals dat zo mooi heet. En die subgroepen die vinden allemaal plaats in de gang achter de bar. Daar zitten allemaal kamers en dat is allemaal keurig opgesteld. En u heeft allemaal een kleurtje gekregen. Ik heb rood, maar er zijn meerdere kleuren, er zijn 5 kleuren. En u wordt dus geacht in die pauze, na die pauze, achter uw kleurtje aan te lopen naar de zaal die je ook van zo'n kleurtje voorzien. Die is allemaal heel overzichtelijk. En daar is een voorzitter, een notulist. En zijn de sprekers en deskundigen zijn ook aanwezig. Dan is er een uur lang gelegenheid om je woord te doen, om je opmerkingen te maken. En het gaat er dan uiteindelijk om dat er ook hele concrete aanbevelingen uitkomen van de huurders aan de corporatie. Maar misschien ook andersom. En het is dus de bedoeling dat we zo concreet mogelijk worden. Geen dikke verhalen, maar concrete aanwijzingen. Hoe concreter, hoe beter. Dat is ongeveer het motto. Jaap van Leeuwen is werkzaam bij de Woonbond en heeft zich in ieder geval toegelegd op het onderwerp duurzaamheid en werkt alle afspraken op het punt van duurzaamheid ten aanzien van vanuit de Woonbond gezien met ELES en met het Rijk enzovoort enzovoort. Dus als jij daarover in 12 minuten je verhaal gaat doen, zou dat geweldig zijn. Je mag hier gaan staan, je mag ook hier blijven staan, je mag ook daar gaan staan. Het is helemaal natuurlijk. Goedenavond allemaal, ik ben Jaap van Leeuwen. Ik ben energieconsulent bij de Nederlandse Woonbond. En heel blij dat ik hier vandaag bij de eerste huurdersdag, als het goed is, over energiebesparing van de huurders van Havensteden mag zijn. We zijn als Woonbond al sinds 2008, ook al daarvoor natuurlijk, maar sinds 2008 echt volop bezig met het onderwerp energiebesparing in de huursector. En dat doen we met een team van 5-6 mensen, een aantal part-timers erbij. En dat doen we door het hele land. Ik zelf ben energieconsulent. Ik ben eigenlijk is mijn opdracht om huurdersorganisaties, zoals huurdersverenigingen, op koepelniveau te begeleiden om afspraken te maken met die verhuurder. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een energiebus. Hier zit hier een mooi plaatje van.
geen bus die de, ik zal maar zeggen, vijf dagen per week voor de deur staat bij de woonboel. Maar dat is eentje die we huren, doen we zo'n mooie magneetsticker op. En die energiebus komt langs bij complexen van het hele land en die kan in één dag, ja, met een deskundig oog eigenlijk een heel goed beeld vormen van wat nou de hand is in het complex. En daar ook een rapportage over uitbrengen. En het gaat niet alleen over energiebesparing en isolatie, maar het gaat ook bijvoorbeeld ook over wat je moet doen aan binnenklimaat en om vocht en klok en schimmelproblemen. En dat wordt dezelfde dag aangeboden aan de burger. Maar het vocht die wij zelf produceren in zo'n huishoudenteam ook weg kunnen. En dat kan alleen als je ventilatiesysteem goed werkt. En dat zien we hier mooi. Er moet een lucht toevoeg zijn. Dus bij alle nieuwe ruiten die worden aangelegd, dan worden als het goed is tenminste, dan worden er ook keurige ventilatieloodjes aangelegd die goed bedienbaar zijn, zodat je zelf kunt beslissen of je hem aan de ruimte doet. En het moet dus via de woning, via ruimtes onder de deur bijvoorbeeld, afgevoerd kunnen worden via de ventilatiekanaal en dan gaat het zo. Even als item, want het wordt wel eens vergeten. De essentie is dat de huurverhoging die wordt doorberekend voor de verbetering aan de woning altijd lager zal zijn dan de gedeelde betaling op de energierekening op het hele complex. Niet bij individuele woning, dat is vaak, dat kan lastig zijn, maar uitgevoerd voor het hele complex. Meestal, in de meeste projecten waar we mee te maken hebben, is het zo dat de huurverhoging wordt ingezet voor 75% van de werkelijk bereikte energiebesparing. Als je aan de slag gaat om woning energiezuiniger te maken, maakt ze dan meteen gezonder. Dat heb ik gezegd over het binnenklimaat. De ventilatie moet op orde zijn. Kijk ook naar vocht en naar dat soort problemen. Zorg dat woonlasten dalen en betrek huurders in de vroegstadium. En de participatie is eigenlijk nog het belangrijkste. Want het gaat erom dat je heel veel huurders in een hele korte tijd bereikt. Wat voor verhaal vertel je dan? Dus hoe eerder je erbij betrekt, hoe meer tijd huurders hebben om te begrijpen waar het over gaat en het te laten dalen. Dat is nog vaak. Dat was mijn rol om die vraag te stellen. Oh, ben je klaar? Zijn we nog klaar? Ja. Ik ben klaar, ja. Geweldig. Ja, dat was een applaus. Dat kunnen we nu niet beantwoorden, maar wellicht kan onze volgende spreker daar iets over zeggen. Dat is namelijk degene die dat beleid uitstippelt bij Havensteden zelf. En jullie hebben flatwoningen in bezit. Dus ongetwijfeld kan hij meer ook daarover zeggen, want we hebben inderdaad twee voorbeelden van één gezinswoning gehad. Maar als jij nog iets vertelt over het beleid van Havensteden, en denk dan ook even aan de vraag van meneer. Pepijn van Lopenstein. Mijn verhaal zal wat op hoofdlijnen zijn. Het zal vooral gaan over de ambities die Havensteden heeft. Het belangrijke daarin is energiebesparing, dus daar zal ik later ook met name op ingaan. Het belangrijke daarin is het investeren in de kwaliteit van ons bezit. Nou, daar hebben we al wat mooie voorbeelden van gezien. De reden waarom Havensteden daar graag in wil investeren, is dat het de toekomstwaarde van het bezit uiteraard waarborgt als we daarin gaan investeren. Maar het betekent ook wel iets voor betaalbaarheid. We hebben eigenlijk ook wel mooie gevoelens ook gezien. Gasprijzen en elektriciteitsprijzen gaan allemaal omhoog. En dat is iets wat de woonconsument allemaal maar moet betalen. En die huurprijzen stijgen ook. En dat samen is een behoorlijk forse impact op de portemonnee. En dat zien we ook als onze verantwoordelijkheid en daarin zien we tegen. Ja, in principe is het natuurlijk niet nieuw dat we met twee investeringen in de kwaliteit van ons bezit. We hebben een aantal lopende projecten al op dat gebied. Aan van wonen was daar toch wel wat verder in dan nou het PDS. In het creëren van genoeg woningen om te verbeteren qua energiebesparing. Ik heb hier een aantal projecten benoemd. De ambitie voor 2020, zoals we in het ondernemingsplan hebben gesteld, heeft te maken met die energielabels. En het feit dat we daarin willen vergroenen. In het linker kolommetje van u ziet u waar we nu staan als Havensteden. We hebben circa net geen 50% aan groene labels. We willen toe naar een situatie dat we 80% groene labels gaan creëren in ons bezit in het jaar 2020. We willen het vanavond ook hebben over investeren in de bewustwording bij onze huurders. Ik heb hier wat staartjes gekregen, ook van Steden, dus van een soort van Eneco. Ook op zesvoudig postcode niveau, dus niet van mensen individueel. Maar het zijn de gas- en elektraverbruiken van de Havensteden, dus van de U en van de Rotterdammer gemiddeld.
eigenlijk wat ik met deze plaatjes wil vertellen, is dat het elektraverhaal, of de elektraverbruik, dat zien we eigenlijk alleen maar stijgen in de afgelopen jaren. Dat zal ook alleen maar toenemen. En we zien het gasverbruik zien we eigenlijk alleen maar afnemen. Maar in 2012 willen we eigenlijk een bewonersprogramma opzetten rondom het thema energiebesparing. En eigenlijk wil ik u oproepen, niet om nu dat te roepen, maar vooral tijdens de subgroepen, om met mij mee te denken, om te kijken waar kunnen wij als havensteder en bewoners elkaar naar het beste vinden in het besparen van energie. En dat hoor ik graag tijdens de subgroep, of daar mensen voor geïnteresseerd zijn. Fantastisch, dankjewel. We zijn nu al direct, en Emiel van Rins is een beetje al op de kraan die daar staat. Dan moet u vooral kijken, want er staat ongelooflijk veel verhelderend materiaal. Er ligt daar, u kunt dat meenemen. Er staan daar mensen achter zometeen. We gaan nu pauze houden. En over jaren geleden, zeker 10 jaar geleden, is er een nieuw systeem gemaakt van het afzuigsysteem. De bovenste verdieping, daar praat ik dan van de buurvrouw, die stookt voor de buitenwereld. Want ze moet de kachel zeg maar op 28 zetten, eerst een beetje behagelijkheid. Ik woon op de tweede, daar hebben wij geen last van, maar we hebben wel al voor het vierde jaar een stand in ons huis. Waar we, dat kunnen we niet terughalen, zeg maar, als bewoner. Het afzuigsysteem, dat zit er nu in zijn totaliteit bijna 30 jaar, is nog nooit schoongemaakt. Ik vraag me af, is dat niet nodig, terwijl ik het in andere wijken wel hoor. Dat is niet. Ik ben trouwens heel tevreden hoe je bent, daar geldt het allemaal niet om. Maar wij hebben ook een nieuw afzuigsysteem gekregen jaren geleden. En ook een nieuwe ketel. En als ik dat nu allemaal net zo hoor met die labels en die labels en weet ik wel, begrijp ik dan, is het per woner dat je daar bezuinigt, is het per complex dat je bezuinigt? En hoe kunnen we in godsnaam bezuinigen als het afzuigsysteem ons huis kouder maakt en wij de kachel hoger moeten zetten daarvoor? En dat is over het hele slachthuisterrein heel erg aan de hand. Daar hebben we honderden handtekeningen voor opgehaald. Men komt dan opmeten. Maar volgens het metertje is het goed, maar ik zit echt elke avond met een deken aan. En dat vind ik doodzonde in het heerlijke huis waar ik woon. Ik ben die buurvrouw van Driehoop, die dan onder dat dak zit. En ik zit echt te barsten van de kou. Ja. Je voelt echt de wind over de vloer, het is echt heel vervelend. En dan heb ik nog een vraag, hoe lang gaan dubbele ramen mee, dubbele beglazen ramen? Ik woon er nu 30 jaar, ik heb nog nooit een nieuw raam gekregen. Nou begint er aan de binnenkant van die ramen van die dingetjes een beetje te komen. Hoe lang gaat dat eigenlijk mee? Oké. Ik heb hetzelfde. Het is al gezegd. Ik heb een vraag. Ik heb een sheets gezien en ik heb op prioriteit gelegd voor het DNRG op dit moment. De komende jaren. Nu zijn er woningen die waarschijnlijk het C-label al toegewezen krijgen. Wat voor manier is de volgende vraag? Maar goed. Er wordt niets aan gedaan om te gaan in die woning de komende jaren. De C-label. Toch krijgen ze een verhoging van het puntenaantal. Is dat niet een verkapte huurverhoging? Gemiddeld dat en dat. We hebben het hier over 3 kamerwoningen, 2 kamerwoningen, 4 kamerwoningen.
woningen maisonetten, dus die hebben boven één grote doortochttoestand, zoals ik toevallig woon. Je kan het niet aan elkaar afspiegelen. En die mensen die wonen daar in een huis wat relatief gelukkig goed geïsoleerd is, aan de overkant, misschien 10 meter verderop, is het ook één grote doortocht. Dus je hebt geen weerspiegeling. Het is dezelfde straat, maar je kan het niet weerspiegelen aan elkaar. Want die mensen hebben veel meer verbruik dan die mevrouw. Ja, maar als het uw eigen ervaring is van ik betaal wel die 20 euro meer huur, maar ik zie achteraf gezien dat ik al 20 euro per maand minder. Dat zie je niet, dat kan niet installeren. Maar je hebt toch een energierekening en dat soort dingen. Ja, dat wordt weer duidelijk. We hebben het over het hoge rendementketel bijvoorbeeld, 100 kuub per jaar af. Je houdt er constant bij, dat is te controleren, je houdt er constant bij. Het gas gaat omhoog, maar je houdt nog steeds die 100 kuub per jaar. Even niet veranderen. Op een gegeven moment ga je toch de hoogte in, maar je blijft op hetzelfde zuinige leveltje. Dan krijgen wij een rendementketel, zo'n rendementketel. Wij hebben het idee dat het gewoon gedaan is voor de leving. Want wat is nou het geval? Wordt ons verteld van niet alleen ons, we wonen in unieke blokjes. En van toen die tijd gaat het wonen, nu aangesteden. Dat is nou het geval. De rendementsketels die zijn er al een aantal jaren nu. Een jaar of 4, 5 zitten de rendementsketels in. We hebben geen enkele, want het is controleerbaar, dat zeggen we al, maar dat komt van mij. We hebben geen enkele rendement in omleg. Geen enkele, gewoon niet. Omdat alleen de rendementsketel is ervan. Het water. Normaal zou je dan een opvangketel hebben die het water opvangt, warm water opvangt, zodat je beneden in de keuken, dat de ketel is boven, zodat je beneden in de keuken warm water hebt als je de kraan opdoet. Is nog steeds niet het geval, want als ik mijn kraan open doe, heb ik eerst een stroom, een hele stroom, een bak vol bijna, koud water voor dat warm water. Dus dan denk ik maar. Ik heb weer een heel andere vraag aan meneer. Ik heb die waterzijde gedoest. Volgens mij, dat zijn het helemaal niet. De straat is zo klein. Dat ik half uur zeep vrij nodig heb. Ik heb in de afgelopen ik heb de mooie douchekop gedraaid waar ik in 10 minuten helemaal schoon zit. En die verpleinig, hè. Nou, dan denk je dat jouw maar gekomen. Ja, dat is geen echt waar, dat is zo straat. Je moet eentje blijft in staan. Ik denk dat het voor die andere meneer dat weet. Dat douchekop was niet van mij. Maar ik kan het me voorstellen. Je kan misschien beter een gewone douchekop hebben. En wat korter douchen. Als je dan... Die straat krijgt nou het vrienden aan de grond. Dat is niet zo. Als je wat korter doucht met zo'n douchekop, dan bereik je ook besparing. Dat ben dat echt was een geetje. Ik ben onder de zeven blijven. Hij heeft een eigen in zijn presentatie dat hij zonder huurders die deel wilde nemen aan de bewoners. Dat was een bewonersgroep. Want die kunnen dat niet gewoon nu meteen digitaliseren. Wie wilde in een groep zitten volgend jaar die meedenkt over energiebesparing in de huurvoorraad? Die gaat er maar mee. 1, 2, 3, 4, 5 mensen al. Nou, dat is fantastisch. Engels, ik ben er namelijk zwaar tegen. Oh, wacht even, houd discussie. Wacht even. En namelijk het volgende. Wacht even. Jongen, we kunnen het allemaal horen. Wij hebben namelijk een huurdersplatform waar wij ons dood voor knokken. En dat soort dingen dus worden bij ons in het huurdersplatform gebouwd. Dus als we nou dus nog eens een keer een platform erbij gaan maken, dan kunnen we als huurdersplatform, kunnen wij wel opschappen en al onze energie, wat al eigenlijk tot zover zit bij ons, ja, kunnen we dan net zo goed sparen en lekker thuis blijven zitten. Maar ik strijd voor mijn huurdersplatform, dat wil zeggen dus dat ik tegen dit voorstel ben. Maar kan dat niet naast elkaar bestaan? Nee, want het komt op hetzelfde neer. In ieder geval, het is duidelijk dat er een idee over een aparte club voor energiebesparing moet in ieder geval goed worden afgestemd met, als hij er al komt, goed worden afgestemd met het huurdersplatform, want anders zou je dat langs elkaar kunnen houden. Mag ik een voorstel? Nee. Mag ik hem ineens voorstellen? Wat is het?
Over vergaderen gesproken, ik ben tot de conclusie gekomen dat de mensen daar echt een hekel aan hebben, zoveel mogelijk die vergaderingen toe te gaan. Dus ja, maar vanavond was wel leuk. Nee, leuk. Ik mocht het zeggen, toch? Ja, maar daarom heb ik hem houdt van vast. Ja, maar ik kom met liefde in een commissie, heb ik ook uitgelegd, maar moet ik daar elke 2 weken heen? Dan ben ik Oké. Okay. 1 keer in de 3 maanden vind ik het stap. Oké, maar... Ik zei al net van, dit moet op tevredenheid stemmen, dat de communicatie zo op gang komt. Wat zijn die doelen die we over een jaar bereikt hebben op het punt van energiebesparing? Nou, in algemene termen? Ja, nou ja, ik denk dat we de eerste stappen moeten hebben gemaakt in ons 10-jaar-plan. Omdat ook de pijn uitlegt, het is een 10-jaar-plan om naar de 80% van de te komen. Maar het zou heel mooi zijn als we nu eens ook weten. En wat gaan we dan in dat eerste jaar doen? En hoe zien die maatregelen eruit? En wanneer ergens in die 10 jaar komt mijn complexie weer aan de lucht? Misschien wel niet, omdat het complex het goed is. Nou, dat zou een mooi resultaat zijn. Ja, over een jaar dat scherpen. Ja. Heel goed. Ik noteer dat het 9:55 is. En ik kijk nog even naar de milieu.